Breda Nu. Je weet het meteen. Breda Actief stimuleert, inspireert, faciliteert en adviseert alle inwoners en organisaties om deel te nemen aan onder andere sport. Deze uitzending is samengesteld met behulp van Breda Actief. Ook zullen we aandacht besteden aan de gehandicapte sport. U bent sportcoach? Ja, ik ben sportcoach. En wij adviseren eigenlijk mensen op het aangepast sporten. Ja, binnen het aangepast sporten. Dus mensen die met een vraag komen op het gebied van aangepast sporten, proberen wij te stimuleren en adviseren. En zo goed mogelijk weg te wijzen binnen de sporten in Breda. En in een voorgesprekje hadden we het erover dat jullie proberen toch ook om mensen met een beperking een beetje te integreren in de sportverenigingen. Zeg ik dat correct? Ja, dat klopt. Ja, het is voor ons heel belangrijk. En ik denk ook voor alle mensen met een beperking om zo normaal mogelijk zeg maar, in de maatschappij te staan. Ja. En nou, dat willen wij proberen door dat mensen samen te voegen. Dus gewoon in het reguliere sporten. Maar kunnen mensen dan, als ze dit op tv zien, zeggen van ik bel gewoon even naar Breda Actief, dan kan ik morgen sporten? Of... Nou ja, zo snel gaat het niet, maar het is wel zo dat we met elkaar aan tafel gaan zitten en eens gaan kijken wat vind je nou het leuk, wat zou je nou graag willen doen en we gaan samen op zoek. Okay. En jullie hebben contact dus met letterlijk alle verenigingen in Breda? Ja, bijna alle verenigingen in Breda, ja. Okay. Ja. Wij zijn Breda Sport, een nieuw programma op Breda Nu. En we gaan kijken naar sporten die eigenlijk wat minder voor het voetlicht komen. Sporten dus die in Breda en omgeving beoefend worden en die we graag eens aan u presenteren. Jullie bent met een vereniging? Wij zitten bij Vier. Vier is Prinsenhaagse sportvereniging. Okay. Van waar de naam Vier? Geen idee. Nee, echt geen idee. Voor mijn tijd bestond die al. Ik woon al wel ruim 26 jaar in Prinsenhagen en nu woon ik in Rijsbergen. Maar het is hier zo gezellig op de club dat ik van Rijsbergen toch naar Prinsenhagen kom om hier te spelen. Zeg eens, en hoe komt het dat het speciaal damesbadminton is? Nou, vroeger werkten de dames meer part-time. Dus overdag konden de dames dan spelen. En wij hebben dus eigenlijk altijd een damesgroep gehad al vanaf de jaren 80. Okay. Ja. En mogen er ook mannen bij? Soms komt er wel eens een man mee, maar incidenteel. Ja. Incidenteel, ja. Die moet toch een beetje wennen aan de sfeer, denk ik. Is toch anders bij vrouwen dan bij mannen. Wat is er nou zo leuk aan het damesbadmintonnen? Ja, bij ons is het eigenlijk, we kennen elkaar onderhand al een aantal jaar. Komen telkens, gaan weer een paar weg, komen er weer een paar bij. Het is gewoon eventjes, het is gewoon lekker even je uitleven. Het gaat altijd door, want het geldt natuurlijk ook voor de mannen. Maar het is ook leuk dat je met elkaar ook af en toe eens gaat koffie drinken als er iemand jarig is. En wat al eentje kan heel goed taarten bakken, hele gezonde taarten met weinig suiker. En nou, we hebben het gewoon leuk met elkaar. Ja, want er zijn ook heel veel badmintonclubs, dat draait het om de prestaties. Het draait bij jullie puur om de gezelligheid, zeg ik dat goed? Ja, het gaat vooral om de gezelligheid, maar we hebben ook wel eens een toernooitje. Maar dat is dan ook weer een gezelligheidstoernooitje. Dus een van onze groep die helaas ook eraf is gegaan in verband met werk, die organiseert rond Paas een paastoernooitje. En dan doen we extra ons best en dan zijn we echt zeker een stuk beter dan zoals we nu spelen, als het erom gaat. We hebben een gezellige club en iedereen speelt met iedereen. We hebben een paar hele goeie die ook met de heren trainen en die
keihard kunnen smashen. Maar we hebben ook die gewoon alleen voor de gezelligheid komen en niet zo hard kunnen smashen. Ja. Maar het ook leuk vinden om te spelen en lekker moeten zijn als we gesport en gezweten hebben. Ja. En dan gaan wij weer tevreden naar huis. En het maakt echt niet uit of de een wat beter is en de ander wat slechter. Iedereen is welkom wat dat betreft. Dat is SV4. Ja, dat is SV4, ja. Tenminste, de damesafdeling in Prinsenhagen om 8:30 op donderdag. En je moet wel uit je bed kunnen op tijd. Want 8:30 is voor een aantal mensen te vroeg, maar je hebt daar nog wel wat aan de rest van je dag. Kunnen je nog mensen gebruiken? Ja, wij kunnen heel veel mensen gebruiken. En alle leeftijden zijn welkom, van 26 tot 80. Bij wijze van spreken, hè? Dus ja. Jonger mag ook. Ja. Als mensen dit op tv zien en het lijkt gezellig om bij jullie te komen met tonnen, hoe komen ze dan bij jullie terecht? Ze kunnen zich aanmelden via sv4.nl. sv4.nl? Ja, klopt. Zeg, en de doelen, dit is echt nou met recht de gezelligste sporthal, zegt u in Breda? Of? Nou, wij hebben hier verder met de sporthal niks. Wij huren hier de ruimte een uurtje en we gaan bij elkaar, om zijn beurt bij elkaar thuis koffie drinken. Oh. En dat vinden we eigenlijk veel gezelliger dan hier. Okay. Vroeger deden we het wel hier, maar op een gegeven moment is wegens bezuinigingen is de kantinebeheerster is opgehouden. En toen zijn wij bij elkaar koffie gaan drinken, om de zoveel tijd niet iedere keer en alleen als het uitkomt. We hebben ook een WhatsApp-groep en okay. Daar gaan heel wat babbeltjes over en weer. Nou, u heeft het gehoord, de enthousiaste reactie bij SV4. Een klein, maar toch heel gezellige dames badmintonclub. Welkom bij een nieuwe aflevering van Breda Sport. Gaan we kijken naar korfbal. En ik weet redelijk wat van sporten, vind het leuk. Korfbal is voor mij redelijk tot heel erg onbekend, laat ik het eerlijk zeggen. We zijn bij KC Terda hier in Breda. En we gaan nu kijken bij een training. En ja, vooral wat het meeste plezier brengt in de sport. Dan uit, tot zo. Niels, ga door. Ja, mooi. Dan moet je... Dat is 6-5. Dan gaan lopen. Bal krijgen. Goed zo, Kevin. En gelijk, dat is mooi. Hè. Ken, mooie actie, keurig. Daar gaat hij. Even uit, andere kant uit. Oh! Ken! Dikke. Ik snap nooit niet. Nee, snap ik inderdaad. Hey. Ja, Jan, toch? Uitlopen. Mijn naam is Halbe Ozinga en ik doe hier wat voorzitterswerk en wat secretariswerk en wat trainingswerk. Ik ben een beetje manager van alles in deze club. Bij KC Terda? KC Terda, ja. Een korfbalclub in Breda, ik wist niet dat die bestond. Ja, het is een beetje lastig in een voetbalbolwerk als Breda, die als kleine sport handhaven. Ja. Wij zien dus ook heel veel leden die hier komen, die komen van buiten Breda, hier korfballen. Oké. Okay. Breda heeft niet echt een cultuur van korfbal dat je automatisch hier een keer kan gaan kijken. Dat klopt. Ik heb wel eens gehoord dat korfbal de tweede grootste sport van Nederland is. Grootste veldsport. Ja? Het was altijd wel zo. We hebben 100.000 leden in Nederland. Kijk, en dat verbaast me dus, want je hoort of ziet er heel weinig van. Nee, het is in Breda niet zo'n bekende sport. Nee. Maar kom je even verder hier in Dordrecht. Ja. In Dordrecht schijnt 2% van de bevolking te korfballen. Oké, hoe kan dat? Dat is gewoon van oudsher daar geboren. Ja. Ja, ik moet wel toegeven dat Breda voor korfbal van oudsher een beetje een protestantse sport is.
Oh. Waarom? Dat is ooit zo gekomen, geen idee. Nee. Maar als je de Bijbelbelt volgt van Zuidwest naar Noordoost, dan volgt een hele stroom grote korfbalclubs. Okay. Alleen dat is natuurlijk van oudsher. Oh, ja, ik begrijp het. Ja. Maar ja. Van korfbal weet ik, vroeger heb ik dat wel eens gezien. Er staan mensen in verschillende vakken. Kunt u in het kort uitleggen van hoe het nou allemaal loopt? Ja, kijk, bij basketbal loop je van het ene naar het andere basket. Ja. Hier heb je gewoon twee vakken. Je valt aan of verdedigt. En je mag niet over de middenlijn? Nee, de middenlijn is de scheiding de vakken. Ja. En na twee doelpunten gaan de functies wisselen. Ja. Dus dan ga je van verdediger, word je aanvaller. Oh, dat is altijd iedere wedstrijd automatisch? Ja, ja. Je hebt automatisch dat je dus na twee doelpunten wisselt. En dat is inderdaad, je verdediger, zorg dat de bal in het aanvalsvak terechtkomt. Hoe is korfbal ontstaan? Het is ooit begonnen ergens in Zweden, heb ik hem laten vertellen. Oh. En daar heeft iemand ooit een keer een onderwijzer in Nederland heeft opgepikt. Ja. Maar het is ook in Engelstalige landen heel bekend als netbal. Netbal? Ja, het is ook met een lange paal met een korf bovenop. Ja. Maar er wordt voornamelijk door dames ingespeeld. Oké. Okay. Ja, maar die leraar die heeft het hier meegebracht 100 jaar geleden. Ja. Je dacht, wat is een mooi sport. Dan kunnen meisjes en jongens tegelijk spelen. Ja, nou, want dat is het bijzondere. Korfballen is altijd gemengd. Ja, hier in Nederland over het algemeen wel. Je hebt een paar provincies in het zuiden van Nederland, in Limburg. Waar meneer Pastoor toch wel erg bezwaarlijk vond dat jongens en meisjes samen speelden. Ja. Dus daar is toch dameskorfbal heel erg fanatiek. Dames en heren spelen dus samen in het veld. Ja. Maar heren zijn meestal fysiek wat sterker. Dus is dat dan geen nadeel? Heren mogen heren verdedigen en dames dames. Andersom niet. Dus je hebt twee koppeltjes, in de, ja. Twee keer twee heren, twee dames, die elkaar mogen verdedigen en aanvallen. Okay. En het is uitgesloten dat een heer en dame gaat verdedigen, andersom. Ja. Dat mag niet, klaar. Mag niet. Nee. En is het dus zo dat ze in het eigen vak niet mogen lopen? Ja, ze mogen wel lopen, maar ze moeten bij de heer blijven om te verdedigen? Ja, korfbal scoor je door samenspel. Okay. Alleen spel kan niet. Dribbelen kan dus niet. Nee. De ster van het veld, prima. Maar afhankelijk van je medespelers. Altijd. Maar, flauwe vraag van me, maar vergeleken met voetballen en dat basketballen. Lijkt het dan niet erg passief als iedereen? Het is een enorm fysieke sport. Want je moet dus vrijkomen door te bewegen. Ik begrijp het. Bij basketbal mag je scoren ook als je zwaar verdedigt. Ja. Bij korfbal niet. Je moet dus inderdaad vrijkomen. Ja. Hoe kom je vrij? Schijnbewegingen, in, uit, hardlopen, korte bewegingen. Explosief. Dus het is een hele fanatieke, ja, intensieve sport. Mensen hier in Breda die op KC Terda op korfbal willen komen, hoe komen ze terecht bij jullie? De meesten die waaien aan omdat ze in het dorp of stad waar ze gekorreld hebben hier ook willen korfballen. Ja. Dus sommigen die komen via vriendjes, vriendinnetjes, buren langs. Maar ja, als je vriendjes en buren allemaal voetballen of hockeyen, is het wel heel lastig om dan als kind te zeggen, weet je wat, ik ga toch korfballen. Ja. Hoe kun je korfballen populairder krijgen als er al zoveel mensen het doen in Nederland? Ja, het enige wat helpt is op scholen korfbal te geven op gymlessen. Ja. Dat helpt. Ja. Vanaf welke leeftijd mag je korfballen? 6 jaar. 6 jaar? Ja. Dat is erg. Een meisje hier al heel fanatiek kan spelen. En die speelt wedstrijd ook al. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. En, goed, dan zijn ze heel jong. Laten we zeggen 12 jaar. Dan gaan ze korfballen. Moeten ze dan ver weg reizen? De sportclubs in de omgeving hier zijn allemaal op een half uur afstand. Het is verpand om te zien hoe dorpen als Klundert, Oud-Gastel, maar ook steden, grote steden als Etten-Leur en Roosendaal en Berg op Zoom redelijk grote clubs hebben. Hoe kunnen de mensen bij de korfbalclub terechtkomen? Meestal komen ze gewoon bij de training kijken. Dan doen ze gelijk automatisch mee een paar keer. Okay. Vrijblijvend kunnen ze een paar keer meedoen om te kijken of het is voor hun. Ja. En voor de rest worden heel veel op de site gekeken. Ja. www.kcterda.com. Wordt dan ook internationaal gekorfbald? Ja, heel veel. Ja? Er zijn al een land of 40 waar korfbal gespeeld wordt. Vooral buitenland veel universiteitssteden. Je ziet er vaak in Japan, in Taiwan, Amerika, zie je heel veel universiteiten die onderling competitie spelen. En die komen ook op het wereldkampioenschap uit. Kijk, we hebben 100.000 leden hier in Nederland. En in Amerika en Taiwan misschien 1.000. Dus we kunnen het niveau nooit zo halen. Dus de finale is altijd Nederland-België. Serieus? Ja. Af en toe komt er een derde land bij. Tsjechië is een keer in de finale gekomen. Rusland is heel bezig nu. Die hebben de onder-19 gewonnen een paar jaar geleden.
Die dwingen het kampioenschap af? Ja, dat hebben bepaalde mogelijkheden. Ja. Ik ken het G voetballen, maar jullie hebben ook geïntegreerd nu G korfballen. Ja, ik denk 20 jaar geleden, nee 25 jaar geleden, is in Rotterdam een groep begonnen. Die hebben een korfbal geschikt gemaakt voor mensen met een beperking. Oké. Okay. Noem het een mooi woord, G korfbal. Ja. Ja, en is daar nou veel aanwas in? Wij zijn vorig jaar begonnen. We hebben nu inmiddels 4 leden die dat elke week trouw komen. Ja. En dan zie je dat het leukste van deze nieuwe tak van sport is dat ze het enthousiasme zoveel uitmaakt van het gebeuren. Die zijn zo enthousiast en zoveel lol in het gebeuren. Ja. Die kijken de hele week uit naar vanavond. En het leukste, ik kan me zorgen, is een avondje gewoon lol. En dan maak je wat je doet, al met de bal is goed. Ja, ja. Dus mensen met een beperking, die kunnen zich eigenlijk... De meeste mensen denken, oh ja, sportclub, daar hoor ik niet thuis of zo. Maar ze kunnen dus gewoon meespelen. Ja, ja. Rolstoelen hebben we nog niet veel mogelijkheden voor nog. Dat is toch lastig. Maar mensen met een autisme of een andere gedragsstoornis... of mensen met dit wat moeilijker lopen, ja. Geen probleem. Welkom. Volgende gaat er wel in, hoor. Oeh, jammer. Ja, mooi. Ja, goed gedaan. Kom maar lopen omhoog. Hoe gaat het hier met Jacco? Ja, die had er al een. Springen. Oh, goed zo. Keurig. Zat er wel een paar in? Ja, een paar wel. Toch wel. Ja. Ja. Oh. Oeh, ik was nog niet zo ver. Ja. Kom maar. Ik ben er gewoon. Hoeveel leden hebben jullie? We hebben nu sinds dit jaar 80 leden. We zijn aardig gegroeid de laatste 8-9 jaar. Daar zijn we zeer blij mee. We hebben nu 3 teams senioren en 3 teams jeugd. Dus we zijn zeer gezond. Nu zitten we het veld nog, zoals je ziet. Ja. Mooi veld. Ja, want in de winter? Ja, we gaan in de winter naar de zaal. In de zaal zitten we in Prinsenbeek. Dat is onze thuishal voor de wedstrijden. Niet in Breda, was dat niet beschikbaar voor de... Het is heel lastig om een kleine sport ruimte te krijgen in Breda. We hebben gelukkig goede contacten met de gemeente Breda. Ja. Daar zijn we zeer blij mee. Ja. Maar de Prinsenbeek is al 10 jaar onze thuisbasis. En dat zijn we zeer blij mee. Mooie hal. Zijn er veel blessures? Ja, net zoals zaal voetbal heeft ook zaal korfbal last van veel blessures. Een hele blessuregevoelige sport. Enkels, knieën. Dat wordt veel lastig. Maar goed, een goede voorbereiding. Ja. Dan wordt natuurlijk eerst warm gelopen en getraind. Ja, dat moet wel. Ja, we zien wel veel mensen met een bandage rondlopen. Het is wel een blessuregevoelige sport.
Kunt u mij in het kort een uitleg geven over waterpolo? Tuurlijk, waterpolo is een sport zoals je kunt zien die in het water plaatsvindt. Waarbij 7 spelers door met elkaar samen te spelen een doelpunt proberen te maken. Een van de belangrijkste regels is dat je de bal niet met 2 handen mag vastpakken. Dus je moet altijd met 1 hand de bal overgooien. Je kunt ook tevens niet staan in het water, dus dat maakt het al wel een stukje lastiger. En je mag eigenlijk elkaar best wel vrij zijn in wat je doet in het water. Zolang je, als je de bal vast hebt bijvoorbeeld, mag iedereen je verzuipen of onderduwen. Maar wanneer je de bal loslaat, dan krijg je meteen een vrije bal. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je een heel dynamisch spel krijgt dat heel erg snel gaat door overpassen en de vrije ballen die worden vrij makkelijk gegeven. En daarnaast hebben we natuurlijk altijd 2 scheidsrechters op de kant staan die het een beetje in de gaten houden of dat het allemaal volgens de regeltjes verloopt. Er zijn nog wat andere spelregels. Je mag bijvoorbeeld niet in de 2 meter lijn liggen. Dus dat is binnen 2 een straal of een afstand van 2 meter van het goal af. Is dat niet toegestaan. Als je daarin ligt, dan krijg je meteen een vrije bal tegen. En als je bijvoorbeeld een vrije bal krijgt en je ligt buiten de 5 meter lijn, dan mag je direct op het doel schieten. Wat het leuk maakt is dat het een hele dynamische sport is. Het is een combinatie van een fysieke sport, een sport waarvoor je veel inzicht nodig hebt, techniek en kracht. Het stukje kracht heb je nodig om natuurlijk boven te blijven en de duels met elkaar aan te gaan. Techniek is erg belangrijk, of dat je goed met de bal kunt omgaan, handige paasjes kunt geven. Een stukje inzicht heb je nodig omdat het spel ontzettend snel gaat en daardoor moet je goed opletten wat er allemaal gebeurt. En je zwemmend vermogen is natuurlijk ook erg belangrijk in de sport. Wat is jullie thuisvonk? Dat is de wisselaar in Breda. Alleen de wisselaar? Ik hoorde ook iets van Sonsbeek. Heel af en toe spelen we wedstrijden in het Van Sonsbeek. Maar dat is eigenlijk alleen wanneer het schema technisch niet uitkomt en we dus noodgedwongen naar het andere bad moeten. Jullie zoeken nog leden? Uiteraard. We hebben eigenlijk verschillende categorieën voor de waterpolo. Het begint eigenlijk al vanaf de mini-pupillen. En dat zijn de kinderen die 8, 9, 10 jaar zijn bijvoorbeeld. En die als eerste kennis proberen te maken op een hele speelse wijze met waterpolo. Daarna kom je op het moment dat je in competitieverband terechtkomt, begin je bij onder de 11. En dat gaat zo door tot onder de 13, onder de 15, onder de 17. En vervolgens ga je naar de senioren toe. Wat moet je kunnen om lid te worden? Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je goed kunt zwemmen. En een zwemdiploma is wel een vereiste. Op het moment dat je bezig bent met je B-diploma of die al hebt, dan kan je eigenlijk al starten met waterpolo. En voor de rest moet je krachtig zijn en het leuk vinden om te zwemmen. En alles kan je natuurlijk leren. Dus als je het leuk vindt om te spelen, dan kan iedereen natuurlijk zo een keer komen kijken op een training. Als u dus zelf een vereniging heeft waarvan u zegt van hé, ja,
eigenlijk is onze sport niet zo bekend, maar we willen toch wel graag een keer voor het voetlicht komen bij Breda Nu. Ik zou zeggen, meld u dan even aan. En dat kan op het onderstaande mailadres. Dit was Breda Sport. Tot volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.